En het gerecht kan ook mensen gelukkig maken. Dat zagen we deze week. Leo Delcroix werd door het Antwerpse Hof van Beroep vrijgesproken in de zogenaamde milieuboxenaffaire. De producenten van de milieuboxen zouden in het begin van de jaren 90 via valse facturen geld aan de toenmalige CVP hebben overgemaakt als dank voor het contract. Maar de rechter in Antwerpen oordeelde dat de feiten verjaard zijn en dus gaat Leo Delcroix vrij uit. En hij is vanavond onze studiogast. Meneer Delcroix, goedenavond. Als de mensen horen de feiten zijn verjaard, dan denken ze het is te laat om hem te straffen. Wel, inderdaad, voor een stuk is dat zo. En van die kant is, laten we zeggen, verjaring altijd de second best solution, de tweede beste oplossing. Maar als men het arrest goed leest van het Hof, dan ziet men toch dat het Hof echt afstand neemt, ook van de feiten die mij in eerste aanleg werden te laste gelegd. Het Hof zegt regelmatig, en de feiten, indien ze al zouden bewezen zijn, zegt dat zelfs 5 keer. Dus ik denk dat het Hof beoordeeld heeft, kijk, wat zijn ongeveer de feiten, wat is de situatie, en dan put men uit een arsenaal om daar een conclusie uit te trekken. Maar in Hasselt zegt de rechter, deze feiten waren onwettig, en u kreeg als enige de zwaarste straf van de 6 die terecht stonden. Nu zegt een rechter, de feiten zijn verjaard. Dan zou ik geneigd zijn om te concluderen, de feiten zijn onwettig, maar verjaard. Nee, het is wel zo dat door het arrest van het Hof van Antwerpen, dat het vonnis in Hasselt van tafel is geveegd. Dat het niet meer bestaat. Dat bestaat niet meer. U weet dat een vonnis moet kracht van gewijzigde krijgen. En dat is niet het geval geweest door het beroep. En nu doordat het feit dat het Hof een andere uitspraak heeft gedaan, is het eigenlijk zo dat het vonnis van Hasselt totaal niet bestaat. En moeten we nu zeggen, er is niets gebeurd in het verleden? Of? Misschien is er wel wat gebeurd, maar het Hof heeft geoordeeld dat het niet de moeite waard was om mij daar zwaar in bij te betrekken en heeft daarom via de weg van de verjaring een goede oplossing voor mij bekomen. Een goede, maar de tweede beste, zegt u dat? De tweede beste, inderdaad, maar er waren misschien 7 andere, nog slechtere oplossingen. Politicus moet boven elke verdenking staan. Hebt u nu het gevoel dat u boven elke verdenking, ik denk, blijft van er wel toch een vermoeden? Nee, dat kan natuurlijk in hoofden van sommigen en misschien vooral bij journalisten, dat is een beetje een part of the job van hen, toch altijd wat blijven keuteren en altijd wat in die verdachtmakingen blijven roeren. Maar ik ga ervan uit, ik heb respect ook voor het rechtsbestel in ons land. Ik heb mij neergelegd bij ook die 8-jarige onderzoeksprocessen en heel die uitspraken. Wel, ik heb me neergelegd toen het slecht ging bij mij, maar ik vraag dan ook dat iedereen, en ook de journalisten, zich nu neerleggen als het eens goed gaat met nog mij. Nog 1 ding, die 8 jaar komen nu misschien goed uit, want daardoor is de zaak verjaard. Ja, dat ligt niet aan mij. Ja, er waren 6 mensen die in Hasselt terecht stonden, zijn er maar 2 in beroep gegaan. Ja. Die 4 anderen die blijven dus veroordeeld. Ja. Is dat eerlijk? Ja, wel, ik denk dat zij ook in eerste instantie, tenminste een paar van hen, de echte daders waren, voor zover mijn kennis reikt. Dat zij de daders waren, ja, en u niet? Juist. Dat is een zware beschuldiging. Nee, dat is geen beschuldiging, dat is het feit. Dat is een feit. Zij waren de rechter heeft mij vrijgesproken. Zij waren vergeet de minst zwaar gestraften. Maar het vonnis van Hasselt is voor wat mij betreft verbroken, mevrouw. Verbroken. Dus ik ben vrijgesproken. Ja, u wil ook eerherstel in uw partij. Wat verwacht u concreet van de partij? Wel, dat zal ik met de partijvoorzitter en met de partijmensen rustig bespreken in de loop van de volgende weken. U hebt wel een idee. Ik heb bepaalde ideeën, inderdaad. Mogen we daar al iets van doen? Dat vind ik voorbarig om dat nu al aan de media te vertellen. Want dan heeft misschien een gesprek geen zin. Ik vind dat er ook in de politiek gesprekken mogen plaatsvinden tussen of binnen een partij of zelfs tussen partijen die niet altijd eerst aan de media moeten gemeld worden. Oké. Leo Delcroix wil dus eerherstel ook in zijn partij, maar dat vindt niet iedereen in de CD&V vanzelfsprekend. Annelies Beck en Eddy Groenwals gingen praten met jongerenvoorzitter Jonathan Cardoen. U bent 26, Leo Delcroix is degene die de legerdienst heeft afgeschaft. Hè? Wist u dat? Ja, en schijnt dat in begin jaren 90 heel populair was, ook daarom bij de jongeren. En ik ben zelf ook content dat hij is afgeschaft. Maar ik zeg ook niet dat dat een slechte minister was. Ik heb daar zelf veel goede dingen gehoord dat hij minister was. Inderdaad, in 1992 werd Leo Delcroix tot dan CD&V-partijsecretaris minister van Defensie. Zijn grootste wapenfeit, de afschaffing van de legerdienst.
Maar ook mooie marsmuziek duurt niet lang. We weten absoluut niet wat dat 10 jaar, 15 jaar geleden is gebeurd. En we gaan ons ook niet mee bezighouden om dat nu allemaal uit te spelen, zelf onderzoeksrechterje te spelen. Daarvoor hebben we een gerechtelijk systeem. Het was de villa in Zuid-Frankrijk die het hem deed. Léo Delcroix ontkende eerst dat het zijn villa was. Later bleek bovendien dat die villa betaald was met zwart geld, in het zwart gebouwd door Vlaamse postbodes. Al zou Delcroix dat liever anders uitdrukken. Ik leg er ook de nadruk op dat er geen sprake is van zwart werk, maar wel van een gratis arbeidskost in ruil voor een jaarlijks vakantieverblijf. Meneer de eerste minister. Maar er was geen lieve moeder aan. In 1994 nam Delcroix ontslag als minister van Defensie. Ik vraag dan ook mijn ontslag als minister aan het staatshoofd voor te leggen. Na het ontslag raakten nog allerlei onfrisse praktijken bekend, waarin de naam van Delcroix werd genoemd. De smeerpijpaffaire, de zaak Superclub en de milieuboxen. In dat laatste dossier werd Delcroix beticht van schriftvervalsing. De rechtbank in eerste aanleg veroordeelde hem, maar in beroep bleek het dossier verjaard. En dus gaat Delcroix vrij uit. Juridisch althans, want voor er sprake kan zijn van eerherstel in de partij, zal Delcroix wel de jonge CD&V'ers moeten overtuigen. Ik doe graag uitspraken over hoe op de verkiezingsavond van hoe mijn twee favoriete partijen hebben gewonnen, de CD&V en het Vlaams Blok. En daar hebben we toch wel...